Deze video wordt u aangeboden door Eurolac Lactatiekunde Videoproducties. Hallo daar, welkom bij deze eerste aflevering van Vragenuurtje. In deze aflevering zijn er twee vragen die ik ga beantwoorden. De eerste vraag gaat over de voedzaamheid van moedermelk voor een kind van 3 jaar dat nog niet zo heel erg goed vastvoedsel eet. En de tweede vraag gaat over een kind wat alle voeding afgekolfde melk uit de fles krijgt. Een kind van 1 jaar, kun je die nog terug aan de borst krijgen? Dat zijn de vragen van vandaag. Ik ga beginnen met de eerste vraag. De voedzaamheid van moedermelk voor een kind van 3 jaar. Over het algemeen gaan we ervan uit dat kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 1,5 jaar gaan oefenen met vast voedsel eten. Ze krijgen dan nog volop moedermelk. En die moedermelk die blijft tot zeker de eerste verjaardag de belangrijkste bron van voedingswaarde, van voedingsstoffen voor het kind. En het eten van vast voeding is vooral bedoeld om te oefenen, te experimenteren, voedsel leren kennen. Verschillen in voedsel leren kennen. En de bedoeling is nog niet echt heel erg om echt substantiële hoeveelheden vaste voeding binnen te krijgen. Sommige kinderen gaan in deze periode ook juist meer moedermelk drinken, nodig hebben. Het is ook absoluut niet de bedoeling dat de moedermelk al wordt vervangen door vast voedsel. Je ziet heel vaak dat kinderen waarbij dus moedermelkvoedingen worden vervangen door hapjes met vaste voeding, dat die niet beter gaan groeien, soms zelfs minder goed gaan groeien of in een enkel geval zelfs gaan afvallen. Nou, dat is in elk geval tot de eerste verjaardag zo. En we zeggen dat na de eerste verjaardag over het algemeen bij kinderen er een omslag gaat komen naar van voornamelijk moedermelk naar halfom moedermelk vaste voeding. En dat gebeurt niet gelijk bij de eerste verjaardag. Daar kunnen gerust maanden overheen gaan. Heel veel kinderen beginnen pas echt serieus vast voedsel te eten als ze al 1,5 zijn of zo. En in die tijd is moedermelk nog steeds een volwaardig voedingsmiddel. Daar kunnen ze alles nog uithalen wat ze nodig hebben. Dat geldt eigenlijk voor het hele tweede levensjaar. Dus tot aan de tweede verjaardag kun je daarvan uitgaan. Waarom wordt er dan altijd gezegd dat het zo heel erg nodig is om vast voedsel te eten, want anders krijgt het kind tekorten? Dat is omdat men in voortijden, en misschien nu nog wel een beetje, ervan uitgaat dat die vaste voeding de borstvoeding gaat vervangen. Dat er dus naarmate een kind meer vast voedsel gaat eten, minder borstvoeding gedronken gaat worden. En als je minder moedermelk drinkt, dan komen er inderdaad voedingstekorten als dat niet aangevuld wordt door andere voeding. Maar een kind wat volop toegang heeft tot de borst, kan drinken zoveel als hij wil. Ook geen andere dingen krijgt in bekers of flesjes, maar alleen moedermelk. Die kan daar heel goed overleven. Die kan een hele goede voedingstoestand hebben op voornamelijk moedermelk. Zou een kind dan niet aan vaste voeding moeten beginnen? Ja, dat moet hij wel. Want het is ook een leerperiode voor het leren kauwen, voor het leren kauwend eten. Slikken na zuigen is heel anders bijvoorbeeld dan slikken na kauwen. En de maag en de darmen moeten leren dat er ook andere dingen te verteren zijn dan alleen melk. Dus het is wel degelijk belangrijk dat een kind eet, vast voedsel eet. En op den duur ook andere dingen gaat leren drinken. Maar qua voedingswaarde is dat zeker de eerste 2 levensjaren nog niet het allerbelangrijkste van vast voedsel. Daarna kan het gaan veranderen. Het kan lastig zijn om een kind zoveel moedermelk binnen te laten krijgen dat hij daar ook alle voedingswaarde uithaalt die hij nodig heeft. Aan de andere kant is het zo dat we tussen de 2e en de 3e verjaardag en daarna ook heel vaak zien dat als kinderen ziek zijn, als ze zich niet lekker voelen, dat ze zelf helemaal stoppen met vast voedsel en teruggaan naar enkel borstvoeding. En daar doen ze het goed op, daar krijgen ze geen tekorten van. Dus je zou kunnen verwachten dat kinderen na de 3e verjaardag, die niet van die geweldige vastvoedseleters zijn, ook nog wel voldoende voeding binnen kunnen krijgen aan borstvoeding. Mits, en dat is dus onderstreept, vetgedrukt,
mits ze voldoende moedermelk binnen kunnen krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Moedermelk is een zo volledig voedingsmiddel dat wij als volwassenen daar eigenlijk ook heel goed op zouden kunnen leven, mits we daar voldoende van zouden binnenkrijgen. En in ons geval zou het dan om meerdere liters per etmaal gaan, want het is vloeibare voedsel, het grootste deel is water. Dus je hebt er heel erg veel van nodig om aan de voedingswaarde te komen die wij volwassenen nodig hebben. De gemiddelde voedingswaarde, als we kijken naar de energiewaarde, dus de calorieën, dan zitten we op ongeveer 70 calorieën per 100 milliliter. En als volwassenen hebben we tussen 2000 en 2500 calorieën per etmaal nodig. Een beetje afhankelijk, man, vrouw, hoe oud je bent, hoe zwaar werk je doet. Maar goed, om met 70 calorieën per 100 milliliter aan die 2500 kilocalorieën per dag te komen, heb je een aantal liter moedermelk wel nodig natuurlijk. Dus dat wordt lastig. Nou, een kind van 3 jaar heeft niet zo verschrikkelijk veel nodig. In ieder geval niet zoveel als wij nodig hebben. Dus die heeft niet meerdere liters nodig, maar heeft toch wel een flinke hoeveelheid moedermelk nodig. Om uit puur moedermelk voldoende voedingswaarde te halen. Ja, is dus het antwoord op de vraag. Moedermelk is voedzaam genoeg voor een kind van 3 jaar dat weinig vast voedsel eet. Maar hij moet daar heel erg veel van binnenkrijgen. En het is ondertussen ook belangrijk dat hij wel oefent met vast voedsel. Dat hij daar wel mee bezig is elke dag. Dus dat het hem aangeboden wordt en dat hij kan eten als hij dat wil. Zonder druk. Heel veel kinderen die hebben heel gauw in de gaten als er druk achter zit. Als ouders het heel erg belangrijk vinden, dan het is vervelend om te zeggen, maar dan hebben ze een machtsmiddel. En voor sommige kinderen is het heel belangrijk om eigen regie over een aantal dingen te houden. Bij sommige kinderen kan dat zijn het eten. Dus wel eten aanbieden. Zelf ook met smaak en met genoegen en met plezier eten. Samen aan tafel zitten. Het is ook een sociale aangelegenheid. Maar niet dwingen om te eten. Dat gaat over het algemeen het beste. Maar ja, als het nodig is, als er voldoende moedermelk voorhanden is, dan kan een kind ook gezond overleven op moedermelk alleen. Tot zover de eerste vraag. De tweede vraag, die is eigenlijk lastiger. Kun je een kind van 1 jaar die tot dan toe alle melk gekolfd met een flesje heeft gekregen, nog terug aan de borst krijgen? In principe zou je elk kind terug aan de borst moeten kunnen krijgen. En als het om een jong kind gaat, wat nog niet zo vreselijk lang flesjes heeft gedronken, waarbij de reflexen nog aanwezig zijn, dan is dat ook relatief makkelijk. Maar naarmate een kind ouder wordt, wordt het moeilijker. De reflexen voor het drinken aan de borst verdwijnen. En een kind oefent een bepaalde gewoonte in om aan een fles te drinken. En dat is heel anders dan aan de borst drinken. En sommige kinderen snappen het op den duur gewoon helemaal niet meer. En dan wordt het erg lastig. Ik heb in zelf geen ervaring met kinderen van 1 jaar, wel met een kindje van 9 maanden, die nooit eerder aan de borst had gedronken en die na een paar sessies, wat we een soort rebirthing zou kunnen noemen, samen met de moeder in bad. Je kunt dat ook doen in een verduisterde kamer met alleen een beetje rood licht, lekker warm, ontspannen, muziekje erbij. Moeder vooral ook heel erg ontspannen, bloot op bloot. Dan kan het gebeuren dat kinderen toch nog min of meer instinctief toch die borst kunnen vinden. Bij een kind van 1 jaar die zich al veel bewuster is van zichzelf en van zijn omgeving, zal dat zeker moeilijker gaan. Er zijn een paar trucjes die je kunt proberen. Dat is dus dat rebirthing verhaal, kun je zeker altijd proberen. Verder kun je boekjes lezen samen of filmpjes kijken waarbij baby's, maar vooral ook dreumissen van hun eigen leeftijd, bij hun moeder aan de borst drinken. En je kunt dan bijvoorbeeld ook filmpjes van dieren erbij laten zien, maar vooral ook van mensenkindjes die aan de borst drinken. Dat samen doen, daarover proberen te praten. In combinatie met een blote moeder, dus het buffet moet wel geopend zijn mocht het kind zoiets gaan bedenken. En iets anders wat je kunt proberen, dat is om aan de borst de melk te geven die je anders per fles geeft.
Daarvoor zijn hulpmiddelen, een borstvoeding hulpset of een aan de borst hulpset. Wat voornamelijk bestaat uit iets waar de melk in zit en een slangetje waardoor de melk vanuit het verzamelpunt naar de tepel gaat. En dat heeft het voordeel als een kind daar aan drinkt. Als die dus aan de borst ligt, dan kun je alvast een beetje melk inspuiten, zodat die merkt dat daar melk vandaan komt. En dan kun je dus kijken of het kind dat wil drinken. Soms kan het ook werken om een tepelhoedje te gebruiken, om de overgang van het gevoel van de flessenspeen naar het gevoel van de borst te overbruggen, omdat een tepelhoedje wat meer het gevoel van die flessenspeen geeft. En als je dat dan combineert met een aan de borst hulpset, dan krijgt de baby ook direct een beloning voor het drinken aan de borst. Hij merkt, oh, hier komt ook melk vandaan, hier kan ik ook drinken. En dan met heel veel geduld, heel veel engelengeduld, proberen. Niet dwingen zodra moeder of kind helemaal gefrustreerd raken, kun je beter stoppen, want dan werkt het niet. Het kind even op een andere manier wat eten geven. Niet gaan proberen als het kind helemaal gillende honger heeft, want dan wil hij gewoon zijn eten zoals hij het altijd krijgt en verder geen gezeur en geen gedoe. Maar als hij niet zo vreselijk veel honger heeft, maar wel een lekker slokje zou lusten. Als hij goed wakker is, dan, dan is hij wel in voor een spelletje en om iets nieuws te proberen. En dat zijn dus de momenten waar je het beste kunt proberen. Geen garantie op succes. Dat is voor elk kind, voor elke situatie is het anders of iets dergelijks gaat werken of niet. Je kan het paard naar het water brengen, maar je kan hem niet dwingen te drinken. Iets dergelijks. Je kunt het kind naar de borst brengen, maar je kunt hem niet dwingen om te drinken. Je kunt proberen of je eromheen kunt werken, of je trucjes kunt gebruiken, waardoor hij het interessant gaat vinden om aan die borst te gaan. Zoals zien hoe andere kinderen drinken aan de borst. Wat ik zei, boekjes of filmpjes, maar als je in een situatie bent waarbij in het echt een ander kindje bij je moeder aan de borst drinkt, is dat natuurlijk ook heel mooi om te laten zien. En ja, dat kan het kind stimuleren om dat ook te doen. Hey, mijn vriendje die doet dat. Of mijn buurjongetje of mijn neefje of nichtje of wie dan ook. Die doet dat, dat wil ik ook wel. Mag ik dat ook? Kan ik dat ook? En dan kun je dat gaan proberen. Met eventueel die andere trucjes erbij die ik heb genoemd. Dus het antwoord op deze vraag is, kan een kind van een jaar wat altijd alleen maar gewend is om de afgekolfde melk uit een flesje te drinken, terug aan de borst? Ja, in principe wel. Maar ik kan je geen garantie geven dat het ook daadwerkelijk lukt. Probeer het, begin eraan en zie hoe het gaat. Verwacht niks, er kan er ook niks tegenvallen. Nou, dat waren de twee vragen voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Heb je zelf nou ook een vraag dat je denkt van, nou, dat heb ik altijd alles willen weten? Stuur hem in per e-mail, als commentaar onder dit filmpje, op Facebook, net wat je wil. En dan ga ik eens kijken of het een vraag is waarop ik in het vragenuurtje antwoord kan geven. Dankjewel voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer. Dag!